En nou. Leuk dat je er was. Hallo allemaal. Vandaag ga ik voor het Atlas Theater naar Masha en de Beer. Masha is een klein, vrolijk meisje en heeft als beste vriend een grote, bruine beer. Kom je mee? Misschien heb je Masha wel eens op tv gezien. Nu heeft ze dus voor het eerst met Beer haar eigen musical. Cool, hè? Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Jij ook? Het gaat bijna beginnen. Veel plezier bij Masha en de Beer. En de voorstelling is echt superleuk voor kinderen van 2 jaar en ouder. De voorstelling gaat erover dat Masha probeert een beer wakker te houden terwijl hij een winterslaap houdt. Er zijn echt superveel leuke meezingliedjes en iedereen doet echt goed mee. Kun je in een paar zinnen vertellen waar de voorstelling over gaat? De voorstelling gaat over Masha en de beer. En, en Masha die is een heel jong en best wel ondeugend meisje. En de beer die wil eigenlijk zijn winterslaap gaan houden. Want beren die gaan niet altijd slapen. Hij is heel erg moe. Maar Masha die is het daar niet mee eens. En die houdt de beer wakker. Dus ze is een beetje vervelend eigenlijk wel tegen de beer. Dat vindt hij niet altijd even leuk. Nee. Dus ja, zo gaan we de hele voorstelling. Hou ik hem eigenlijk wakker en beleven we allerlei leuke avonturen. Hebben jullie de liedjes in de voorstelling zelf geschreven? Nee, die hebben wij niet zelf geschreven. Wij hebben een hele goede schrijver, dat is Mark Haijema. En hij heeft het script geschreven en de liedjes geschreven. Dus nee, die hebben wij niet zelf geschreven, maar die mogen wij wel elke keer zingen. Wat doen jullie voordat jullie het podium opgaan? Voordat wij het podium opgaan, nou, wij gaan altijd eerst, hebben wij een uur en een kwartier van tevoren doen we een soundcheck. Dus dan luisteren we eventjes of we onze microfoontjes het doen en of alle muziek goed gaat. Dan gaan we daarna altijd gezellig, gaan we met z'n allen gaan we lunchen, gaan we lekker even een boterhammetje eten. En dan gaan we een beetje opmaken en ons omkleden. En dan zo ongeveer 10 minuutjes voordat de voorstelling begint, komen we allemaal weer op het toneel. Kletsen we nog even wat, kijken we nog even of alles goed ligt en dan gaan we beginnen. Ja, 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 ja. En Masha, hoe en waar hebben de beer en jij elkaar eigenlijk ontmoet? Waar hebben wij elkaar ook alweer ontmoet? Weet je dat nog? Ja. Ja? In het bos. Ja, de beer die woont in een huisje in het bos. En Masha die woont iets verderop. En die komt dus altijd eventjes, als ze zich verveelt, komt ze altijd bij de beer kijken om een leuke dag te hebben of om een spelletje te doen. Bedankt voor jullie tijd. Nou, nou. Leuk dat je er was. Kijk eens wat ik van Masha en de beer heb gekregen. Wil jij dit nou winnen? Geef dan in de reacties aan waarom jij de grootste fan bent. De winnaar maakt we op 12 maart bekend. Oh ja, en bij de afterparty kun je springen op het springkussen, je laten sminken, suikerspin eten, knutselen in de knutselhoek en vergeet niet langs de ballonnenpower te gaan. Zondag 17 maart is Masha en de Beer te zien in het Atlas Theater. Echt kom hoor. Kaartjes kun je kopen op www.atlastheater.nl. Tot dan! Joehoe. Doei! Ho, ho, ho.